Huh? Holy crap, wat is dat? Wie is dat? Yo, man! Noobcraft. Yo, dit zijn de fans. Welkom bij een nieuwe Noobcraft, de beste Minecraft-serie op YouTube van de slechtste Minecraft-speler. Op YouTube. Let's get back to Noob World. Brock up to you, enter off controller, not now XMD chat to you open. Wat? Rustig. Waarom staat dat aan? Oké, goedemorgen. We zijn weer back. We zijn weer terug in Noob World. Ik zie allemaal schapies. Ja, eigenlijk moeten we gewoon een farm gaan bouwen. Hallo wereld. Hallo wereld. Zo, dat was even gek, hè? In ieder geval, jullie zeiden tegen mij dat ik fakkeltjes moet gaan maken. Fakkels. Even kijken hoor, dat is deze knop, fakkels. Daarvoor hebben we stokjes nodig sowieso en kool, hè? Oh, een steenzaag. Ik zou niet weten waar ik een steenzaag voor nodig heb, maar steenzaag klinkt goed, man. Wat is dit? Ik kan nog veel meer dingen maken. Ik kan een smeedwerkbank maken. Yo, dat klinkt ook goed, jongen. Laten we dit neerzetten, man. Smeedwerkbank klinkt echt kapot goed. Die mag hier zo. Wat kan ik hier allemaal doen dan bij de smeedwerkbank? Oh, niks. Oké, blijkbaar slaat dat nergens op. Waar kan ik fakkels dan maken? Dan moet ik kool hebben, hè? Heb ik nog kool? Heb ik geen kool meer? Ik heb wel vuursteen. Maar wat ik ook eigenlijk wil doen, is met keien gewoon een keiharde muur om mijn dorp heen bouwen. Moet ik hierin een fakkel maken? Oké, wacht. Ik ga er eerst even zorgen dat niemand meer binnenkomt hier als ik dat niet wil. Hier komt de deur te staan en dan bam. Jullie komen niet meer hier binnen, jongens. Ik ga gewoon keihard hier mijn fort bouwen. You shall not enter my village anymore, you freaking monsters. Zo, hoppa. Ik heb toch kapot veel keien. Huh? Holy crap, wat is dat? Wie is dat? Yo, man. What up, man? What up? What you doing here, man? Dit is een handelaar. Wat? Ik heb dit allemaal niet. Dit is money of zo. Ik heb geen roepies, man. Er is geen Zelda hier zo. Oh, ik wil dit. Yo, ik hoop dat je vaker terugkomt, man. Ik vind jou een baas, maar ik kan niks met jou, man. Geef mij zo'n lama, zo'n alpaca. Holy crap, dit is super vet. Oh my god, Minecraft wordt steeds toffer, jongen. Je hebt trouwens wel echt een octoneus, man. Octo is gearriveerd in mijn dorp. Wat een baas. Maar sorry, ik ga even verder met mijn muur bouwen, man. Jullie mogen niet meer naar binnen. Ja, eigenlijk... Ik weet niet of het slim is, want straks komen die handelaren ook niet meer naar binnen. We moeten wel even een goede muur maken. Kijk, ik heb nog meer keien. Maar niet zo heel veel meer. Ik heb er nog maar 10, dus ik ga niet heel ver meer komen met mijn muurtie. Wat een baas, jongen. Ik ben wel blij dat je er bent, man. Wil je eten? Wil je een appel van mij? Hier. Eet. Goed zo. Eet appel. Wil jij een appel? Nee? Een wortel? Ik heb ook wortel. Nee? Ja, dan pak ik het weer op, man. Sorry. Kijk, ik heb ook nog een deur over. Kun ik even die deur gewoon hier neerzetten. Gaan we straks weer keitjes hierop gooien. Zo, bam. Dit wordt al een mooi afgeschermd dorpje, jongens. Donald Trump zou jaloers op me zijn. Ja, toppie dit. Ik kan alleen weer even verder mijnen. Ja, ik moet dus wel kool hebben, jongens. Even kijken hoe dat ook weer moest, hoor. Bovenin moet dan hout. Bijvoorbeeld de eikenstronkie en daaronder moest er wat brandbaars, maar... Oh, wacht even. Wat moest het andersom? Moest hier mijn hout on... Nee, er moesten toch keien in. Gaan we toch nog maar even keien halen, jongens? Krijgen we nu kool? Karkool? Nee, we krijgen nu steen. Ik ben het weer helemaal kwijt, jongens. Oké, ik weet weer niet hoe ik dat moet maken, zoals altijd. Waarom vergeet ik dit soort dingen? Waarom leer ik dat nou niet gewoon even wat sneller? Ik ben wel trots op mijn muur. Ik bedoel, straks kan er niemand meer in en uit, jongen. Zo, hier wat op. Bam. Oh, jawel, dit is wel goed. Ja, nee, ik dacht even dat ik... dat ik dat deurtje niet goed had gemaakt, maar valt mee. Ik ga even happy eten, jongen. Even wat wortelen eten. Kan ik al wat wortelen harvesten? Ja, kijk, die kunnen er al uit. Maar ik moest ook zaadjes planten volgens jullie, toch? Dan krijg je meer. Kijk, en deze kan eruit, want nu krijg je er dan 2 van. En deze kan eruit. En deze. Gaat dit dan inderdaad per 2 bij deze? Oh, per 3 zelfs. Oh, nee. Oh, dat was geen goeie. Wacht, deze wel? Ja, dan krijg ik er 2 van, top. Ja, oké. Ik kan weer even wat nieuwe dingen planten. Potatoes. Ja, deze moet ik eruit halen. Oh ja, dat zijn knijten veel worteltjes, jongens. Oké. Het werkt. Het gaat dik prima. Ik ben gewoon boer geworden, jongens. Boer Harm. Wacht. Ik heb even opgezocht. Werkt dit? Dit zou ik echt heel gek vinden. Dan moeten er planken in de onderste en hout gewoon in de bovenste. Dat vind ik echt heel raar. Welk mens maakt zo karkel? Niemand toch?
Kom op, dat kan helemaal niet. Oké, nou ja, ik heb in ieder geval houtskool gevonden. Helemaal top. Dan ben ik heel benieuwd hoeveel torches ik nu kan maken. Niet zoveel. 8 fakkels. Oké, we gaan 8 kleine Charmanders neerzetten. Oké, hoppa, kleine Charmander. Hier nog kleine Charmander. Hoppa. Hier nog een kleine Charmander neerzetten. Oh, kan gewoon erop. Ja, zie je, dat wou ik. Ik wil het erop zetten. Kijk, dat is veel mooier. Blijven die dingen ook voor eeuwig staan? Of gaan ze op een gegeven moment weer weg? Wat is dat? Dat is een spin, hè? Mag ik ga ook even wat valkontjes in mijn huisje neerzetten? Hier zo, hoppa. En boven... Zo, wie loopt daar te kotsen dan? Oh, dat zijn die handelaren nog steeds. Ja, die handelaren, dat zijn wel bazen, jongen. Kijk, ik bescherm die handelaren nu, hè. Zie je het? Al die monsters blijven buiten. Mijn muur begint nu al te werken, jongens. Dat doet nu al zijn werk. Haha, nice. Kan ik nog een andere pikawil even maken? Ik heb namelijk geen steen. Oh, daar heb ik net te weinig. Dan gaan we maar even verder met de houten pikawil. En ik kan natuurlijk hier nu ergens even gewoon nog een fakkeltje neerzetten. Zodat jullie ook wat kunnen zien. Laten we die even kijken. Hoppakee, zie je? Nu kunnen jullie ook lekker meekijken naar wat ik aan het minen ben. Hoppa. Zou even lekker zijn trouwens als we hier even iets speciaals vinden, want... Er schijnen ook dat je speciale ondergrondse gangen of zo kan vinden. En dat daar dan allerlei toffe shit ligt. Wat hoor ik nou? Oh, ik hoor die gast weer praten. Ik ben letterlijk nu onder mijn handelaar. Hebben jullie Casa de Papel gekeken? Dit is gewoon Casa de Papel seizoen 1, jongen. Dat zijn we nu aan het doen. Rio, Rio, come with me, Rio. Doe niet zo vervelend, Tokio. Waarom ben je altijd zo irritant? Waarom moet je altijd alles verpesten, Tokio? Nairobi, my girl, where are you, Nairobi? Come give me a hug. Ik ben benieuwd. Wie van jullie hebben allemaal Casa de Papel gekeken, jongen? Oh, oké, dag. Pikawil. Niet getreurd, ik heb nog een houten pikawil. Denver, Denver. Sommige mensen denken nu waarschijnlijk, waar heeft deze gast het over? Ga gewoon Minecraft spelen. Oké, sorry jongens, ik ga al door. Hé, dit is een ander materiaaltje, of niet? Andesiet hebben we nu. Dat had ik nog niet. Andesiet. Geen idee wat we daarmee kunnen, maar volgens mij is het wel een goed materiaaltje, andesiet. We gaan dus even ervoor zorgen dat wij hier een veilige basis krijgen. Speciaal voor Alpaca en meneer en mevrouw Alpaca. Nou, we moeten nog een stukje verder, jongens. Dit kan even allemaal weg. Ja, dit zou mijn eerste ingeving zijn, hoor. Om gewoon even een veilige basis te gaan bouwen. Maar waarschijnlijk doet het helemaal niet goed. Ik denk dat dit misschien niet slim is. Want dan kunnen straks geen mensen meer mijn dorpje in of zo. Of laat ik dan in ieder geval gewoon aan één kant dichtmaken. En dan laten we aan die kant open. Ja, dan zijn we in ieder geval vanaf deze kant zijn we beschermd. Dus dan gaan we zeg maar zo dichtmaken. Dit hele stuk. En vanaf daar blijft het een beetje open. Want ik heb het gevoel dat zeg maar vanuit dit bos gewoon heel veel enemies komen. Dat denk ik. Maar ik weet niet of dat echt correct is. Oké, dit was het dan wel eventjes voor de muur, denk ik. Laat me even weten, jongens, of ik hier verstandig ga doen om zo'n muur te bouwen, ja? Want ik denk dat dit slim is, maar misschien is het totaal niet slim. Dat wil ik graag even van jullie horen of dit wel of niet slim is. Laat het even achter in de comments. Of jullie dat ook zouden doen, ja of nee. Ik heb in ieder geval nu al wat fakkeltjes gebouwd om extra bescherming te krijgen. En hoe kom ik aan die spullen voor hem dan? Oh, hij zit soort van klem nu. Maar hoe kom ik aan spullen voor hem? Deze diamantjes, die lijken me best wel vet om te hebben. Maar ik weet dus niet hoe ik daaraan kom. En ik wil je graag helpen, vriend. Maar ik ben nog een noobje. Ik ben nog een noob in deze noobwereld. Dus ik weet niet hoe ik dat moet doen. Laat ik in ieder geval even weer wat hout gaan halen, jongens. Al mijn wapens zijn wel een beetje kapot aan het gaan. Dat is wel echt een beetje jammer. Groeien die bomen trouwens gewoon allemaal weer terug of zo? Want ik heb het gevoel dat ik hier het halve bos al heb gekapt. Maar nu staan er toch gewoon weer allemaal bomen. Dus het lijkt erop alsof die gewoon zelf weer teruggroeien of zo. Klopt dat? Hé, we hebben weer een achievement ontgrendeld. Adventuring time. Blijkbaar hebben we bepaalde tijd overleefd in deze game of zo. Zie je, jongen. We worden steeds beter gewoon, hè. Ik kan jou lokken, toch? Met een wortel. Kom, kom, kom. Ik lok jou. Ik lok jou door mijn deurtje. Ik lok jullie allebei door mijn deurtje. En dan kunnen jullie niet meer naar buiten. Dat is de bedoeling. Kijk, als jullie nou even zo komen. Niet in het water vallen, vrienden. Dan komen jullie even hier doorheen. Kom maar. Kom maar. Lukt niet? Oh, nee, sorry. Dat is niet de bedoeling. Ik wou je niet slaan, vriend. Ik heb een poort nodig, hè? Oh, kijk, ja, hij kan erdoor. Kom maar. Jij ook. Kom. Oh, ik heb nog een deur. Wacht, deze moet weg. Kijk, als ik hier nou gewoon nog een deur maak. En dit even vol stop met aarde. Zo. En dan nog een deur. En dan beide deurtjes open. Kom maar. Kom maar. Juist. Kijk, hoppa. Zo doen we dat. Nu moet ik even hekkie maken. Zo, hekkie, hekkie, hekkie. Dan gaan we even een boerderij maken, jongens. Kom maar. Da-da-da-da-da. Oh, dan moet ik alleen één ding niet vergeten. Om even een deurtje te maken ook, want die hadden we vorige keer niet. Eikenpoortje. Ja, toppie. Kijk hoe goed ik naar jullie luister, hè, jongens. Dan gaan we nu deze openmaken. En dan... Kom maar. Kom maar, piggies. 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 Yeah, kom maar, kom maar, kom maar. Wat een baasjes. Kom maar.
Ja, kom maar naar binnen. Oké. En dan hier. Wil je, alsjeblieft, hier. Krijg jij van mij wortels. En hier, jij mag van mij ook wortels. Wil je ook? Oh, jullie gaan weer seksen, hè? Ja. Alsjeblieft, man. Hier heb je ook wortels van mij. Ik heb lekker varkens. Nee. Jullie mogen er niet uit. Woep, woep, woep. Ik heb mijn eigen varkensstal gebouwd. Yeah! Oké, nu wil ik alleen nog weten van jullie. Wat heb ik aan de varkensstal? Ik wil natuurlijk niet dat ze opgegeten worden, die varkens, hè? Als er één iemand is die ze op mag eten, dan ben ik dat zelf. En geen weerwolven of dat soort dingen. Dus laten we ze ook even goed beschermen. Door gewoon lekker fakkeltjes hier op de hoeken te zetten van die kooi. Hoppa! Nou jongens, het begint echt wel ergens op te lijken. Heb ik ondertussen nog planken over? Of heb ik al mijn planken ondertussen ook alweer opgemaakt? Ik heb nog wel wat planken, maar niet zoveel. Ik wilde eigenlijk dus nog eventjes verder bouwen hier aan mijn mooie villa. Oh kijk, ik kan nog wel wat plankjes maken. Nou, dat is helemaal mooi. Oké, dan maken we een soort van luchtdek. Een soort van overkapping ook. Auw. Oh. Ondertussen gaat het ook wel weer goed met mijn gewassen. Heb ik alvast weer meer wortels. Kijk eens, hoppa. Ik kan al die wortels alweer oogsten. Dit gaat echt toppie. Yo, ik kan gewoon een goed lopende aardappeldealing service beginnen, man. Dit is insane. Ik hoef me in ieder geval geen zorgen te maken dat ik honger krijg. Daar ben ik wel echt heel blij om. Dan ben ik ook wel benieuwd als ik nou extra bedden bijvoorbeeld neer zou zetten. Hè. Zouden er dan meer mensen naar mijn dorpje komen? Want ik ben nu nog redelijk alleen met een handelaar. En voor de rest is er nog niemand. Dus ja, hallo. Willen jullie ook weer honger? Nee, maar jij ook? Oké, jullie mogen allemaal wat van mij in... Nee, niet naar buiten, vriend. Kom eens terug naar binnen. Hallo, kleine vark, grote vark. Kom eens naar binnen. Even rusten. Nee, jongen. Kom, hier. Kom, naar binnen. Naar binnen nou. En normaal doen. Normaal doen jij. En binnen blijven nu. Nu ben ik er klaar mee. Boris, jij boef. Kijk, er zijn ook een schapie. Ik wil eigenlijk ook wel schapies. Vind ik eigenlijk ook wel tof. Inmiddels daar in de verte zombies, creepers, spinnen. Gelukkig blijven die redelijk uit de buurt nu. Dus daar ben ik wel blij mee. Mijn handelaar die blijft lekker daar in het hoekje staan. Daar ben ik ook wel blij mee. Ja, oké. Alles gaat wel als een gangetje hier in Noobtown eigenlijk. Het gaat wel best wel goed eigenlijk. Ik ben er wel tevreden over met de huidige gang van zaken. Ik heb hier blauwe verf, kan ik blijkbaar maken. Oh, dat komt van die bloemetjes, hè? Dan kan je opeens verf maken. Ook kan ook pompoenzaden maken. Misschien ook wel nice. Kan ik ook pompoenen gaan verbouwen straks? Wat heb ik nog meer? Knopjes. Geen idee wat ik daarmee moet. Een kom. Pijl en boogwerkbank. Dat is op zich ook wel relaxed. Als ik straks een pijl en boog heb in ieder geval. Heb ik draden voor nodig. Koorden of zo. Oké, jongens. Nou, dat was het denk ik weer voor deze aflevering. We hebben varkens gevangen. Yo, varkensstal. Hey, varkensstal hype. Ik vind het hartstikke leuk. En we hebben hier een handelaartje. Wat was dat? Ik zag iets de lucht in vliegen. Wat was dat? Oh. Dat komt van mijn fakkel, die ik ook heb gemaakt. Die heb ook fakkels gemaakt om mezelf beter te beschermen hier zo. Jongens, wat is de volgende stap? Kijk, die creeper die komt in ieder geval al niet meer hier naartoe. Dat is top, dus mijn varkens zijn veilig. Wat moet ik nu gaan doen in Noobcraft? Ik vind het hartstikke leuk om Minecraft met jullie te spelen, voor jullie te spelen. Laat even weten wat je ervan vindt en gooi tips. Zet erin wat ik nu moet gaan doen. Want ik kan volgens mij nu best wel veel verschillende dingen gaan doen. En wat is het nut van die varkens daar? Kan ik daar vlees van maken of zo? Of moet ik ze gewoon onderhouden? Gooi het in de comments. Help deze noob om pro te worden in Minecraft. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/rickatchu. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video hier op YouTube. Mazzel!